Gisteren heb ik snel een vlogje gemaakt waar ik deze grafiek liet zien. En deze. Ik probeer een positief man te zijn. En wat je hier ziet is dat er tussen de 11.000 en 20.000 gediagnosticeerde patiënten bij gaan komen. Dat betekent in de praktijk dat er tussen de 100.000 en 200.000 mensen ook echt ziek worden. Ik ben bang dat er rond de, nou, zeg 1000, 2000 mensen in Nederland doodgaan. Dat zou nog veel minder zijn dan in Italië. Dus laten we ook maar hopen dat deze vriendelijke schatting, tussen aanhalingstekens, uiteraard uitkomt. En als deze voorspelling een beetje klopt, dan is het tot eind april drama. En gaan we weer een beetje nadenken over het normale leven na, na 1 mei. Nou, dit is een kleine update van de grafiek. Ten opzichte van nu, alleen nu heb ik wat anders gedaan. Ik heb de Nederlandse groei en de Italiaanse groei over elkaar heen gezet. Met aan de y-as een normale lineaire verband. Nou, je ziet al gelijk dat het dramatisch overkomt. Maar deze grafiek laat ook zien dat dat verband op een lineaire lijn, dat je dat niet moet doen. Want die y-as hoort echt thuis in een exponentiële of logaritmische curve, zoals ik hier heb gedaan. 1, 10, 100, 1000, 10.000 en verder. Nou, hier nog steeds is oranje de Nederlandse lijn. En blauw is de Italiaanse lijn. En sorry dat daarboven italt staat, want dat is natuurlijk verkeerd gespeeld. Ik heb de Italiaanse lijn een beetje verschoven, zodat die wat meer vergelijkbaar wordt met de Nederlandse lijn. Maar ja, het past niet helemaal. Dat is maar goed ook, want ik hoop dat we in Nederland niet zo veel patiënten gaan hebben zoals in Italië. Nou kan je daar een kromme of een beetje een rechte curve doorheen trekken om maar wat voorspellingen te doen. En uiteindelijk geeft dat in de toekomst een soort van. Je zou eigenlijk een Monte Carlo simulatie moeten doen, maar een soort van spreiding van de mogelijkheden. En in Nederland zit het inderdaad tussen de 10.000 en misschien toch wel 100.000. Ik hoop dat ik verschrikkelijk ongelijk heb. En Italië gaat het ergens tussen de 50.000, 100.000 en misschien wel 1 miljoen patiënten zijn. En hebben we nog 20 tot, nou zeg, 30 of 40 dagen te gaan.